Kijk, volgens mij de hele tijd boven. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer naar mijn nieuwe video kijken. Ik ga het vandaag hebben over diversiteit. En daarvoor ben ik op de Hogeschool van Amsterdam eens rond gaan vragen wat diversiteit nou precies is. Voor mij betekent diversiteit dat er hier eigenlijk op het ALO heel weinig kleurlingen zijn. Dat ik het wel leuk vind als er meer kleurlingen zouden komen. Diversiteit is voor mij verscheidenheid. Dat iedereen van andere schoenen houdt. Erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. Voor mij is het heel algemeen, denk ik. Dat is gewoon het verschil tussen mensen wat jou uniek maakt als persoon. Dat ik elke twee maanden mijn haar kan veranderen eigenlijk. Elke kleur die ik wil. Dat iedereen anders is. Lesweek waarbij je veel verschillende opdrachten hebt, veel verschillende lessen. Waardoor het school leuker maakt. Dat er heel veel culturen zijn in Nederland. Dat je als verscheidenheid aan mensheid verschillende soorten gedachten kunnen hebben, geaardheden kunnen hebben, geslachten kunnen hebben en daarmee toch een gezamenlijkheid kan zijn. Diversiteit is voor mij een kans om te leren. Dat alles anders is. Dat er verschillende culturen op de school zitten, zodat je met alle culturen eigenlijk een beetje in aanmerking komt en dat je dat ook leert door met elkaar te gaan en te praten. Diversiteit is variatie in lesgeven. Dat iedereen anders is, dat je kan houden van wie je wil houden, wie of wat je bent, maakt voor mij niet uit. Diversiteit is overal! Nou, zoals je ziet is diversiteit zelf al heel divers. Heb je een mening al voorbij horen komen of heb je een totaal andere mening? Laat het dan even hieronder weten. Geef ook even een duimpje omhoog voor diversiteit. Graag zie ik je volgende week maandag weer. Tot dan, doeg! Wat diversiteit voor mij betekent, ik dacht, mag jij het vragen of niet? Echt één zin. Toch? Ja, of als je een heel boek wil, nee, dan een heel boek. Van één zin. Ja. Zo. Camera praat. Oké, dus ik moet eigenlijk in de camera kijken. Jeetje, wat is dit lastig eigenlijk. Ja, hè? Ja. Of overal doen we het tweeën en nu apart een andere. Diversiteit overal.